Ja, dat is nog steeds dezelfde opstelling, maar dan de verdediging neemt wel iets sterker. Ja. 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 Ik moet even kijken hoe dit gaat, maar ik zou het anders... Kijk, hij heeft wel van die leuke teksten al in dezelfde. Ja, de hele tijd. Dat is echt te genieten. Ja. Okay, het is ook gewoon debatable wat het leuk is. Dat soort opstelling niet. Nee, ik heb ook gejuicht voor de bijna hand van grensrechter. Ja, ja. Dat was wel het hoogtepunt. Oh, dat die... Ja. Tegen, oh ja. Dat was geniet. Dat is mooi. Ja, die moet je erin. Oh, die is er. Nog een keer. Oh, no. Dat hij die kopbal nog had, was best wel knap werk. Het was jammer dat hij die naast kopte. Kijk, Mees zit wel lekker druk, dat is wel chill. Ja, dat is goed dat Mees bij die linksback staat, want ja, ik denk die heeft dan sowieso niks meer te vertellen. Die heeft zijn handen vol, zegt hij. Ja, klopt. Ja, die gaat sowieso nog wel. Maar dat was dat schoppertje. Die gaat nog, ja, dat is het. Ja, klopt. Die Mees heeft ook een schoppertje, want die heeft kijken waar hij staat. Dus, Oh, dat is me niet opgevallen. Ja, even kijken waar hij is. Ja. Met die blauwe schoenen toch. Nou moet ik zeggen dat ik ook vaak door de camera kijk op dit moment. Ik zie hem wel of niet. Zit hier misschien naast? Kom nee, even! Nee, niet met die blauwe schoenen, man. Wat is er nu? Jammer. Nee, het is niet met die oranje, man. Die. Oh, de vriend van het hij is nu achterin gespeeld, maar. Oh. Hij stond niet meer. Staat hij goed? En toen ging jij eraan zitten, ging het helemaal fout. Nee, toen gingen we de batterij vervangen en toen is het helemaal misgegaan. Oh. Wie staat daar pirouetjes te draaien? Oh. Bijna. Ja. Zul je zien dat Noord helemaal niet kan slapen omdat hij deze kans heeft gemist. Helemaal fout gaan. Nee, hij mist daarheen. Dat was wel een grote... Dat was wel flink. Dat ik Pedro eens even op film zetten. Pedro's verveelde blik. Hey, trouwens, ik begrijp de hele logica van Pedro niet dat hij bij een corner even 5 of 6 meter achter zijn man gaat staan. Hier, ja, daar kan, kan hij insprinten. Ja, maar alsnog. Nee, hij was elke keer te laat bij die man. Ja, dan kan hij het niet timen. Nee. Maar het is op zich niet zo'n gek idee. Als je dat goed timet, dan moet het wel goed gaan. Maar. Precies. Maar als je dat goed timet, dan krijg je natuurlijk heel veel snelheid mee om die bal te koppen. Ik vind het wel heel zeker dat we zo'n steady verdediging hebben, man. Ja, dat is echt heel sick. Je bent gewoon dicht daar. Ja. Ja, maar als de een heeft, heeft de andere hem altijd gewoon, man. Wat dat betreft voelen we het verlies van Jozef Boudy niet zo heel erg. Jozef, dat was ook nog wel. Ja, misschien alleen Jozef Thomas voet of zo. Die echt... Ja, dat is zo'n goaltje scatter. Die wist trouwens wel pakken. Ja, die raakt ook wel. Ja, klopt. Vooral laatst op plaats. Waar is die vet eigenlijk? Ik heb echt nooit meer gezien. Ja. Is hij niet bij A2? Nee, hij zit wel in Groningen. Ik bedoel in Groningen. Nee, hij is nog wel in Groningen. Ik heb hem laatst nog zien fietsen. Ja. Dat was gewoon echt... Rechts! Andere rechts! Oh, kom op Mees. Ja, Mees heeft hem. Ja. Lekker Mees! Andere rechts. Yes, dat staat er niet in het licht. Ah, die aanname is er ook. Het gaat heel slecht op dit veld om een van de reden. Ja, lekker Jesse! Ja. Hier, kijk, ze zijn nooit meteen onder controle. Ja! Waarom zit hij er niet in? Ja! Eindelijk, joh! Hij zat er aan te komen, die van Mees op zich. Die was zo fanatiek. Het kan nooit buiten spel zijn, joh! Wat?
Die grens. Kan dit nou weer dan? Wacht, we gaan eventjes inzoomen op zijn gezicht. Kijk. Kijk hem. Gaat ook echt eventjes helemaal. Ja, hij blijft gewoon staan daar. Hij kan niet doen. Wil je de video replay zien? Dat kan. Staat niet buitenspel. Nee. Ophouden met filmen. Filmen, dat hoeft toch niet? Je filmt dat toch? Moet ik hem hier mikken? Jezus, wat een seikdoos. Seikdoos, nou, dat heb ik ook voor de rest gehoord. Je moet zo'n geld. Seikdoos. Ik ken het scheldwoord doos zo wel. Nou, een seikdoos, kom op. Jongen. Dat is gewoon een samenvoeging van twee bestaande scheldwoorden. Blijft hij nou gewoon nog steeds staan? Ik vind dit echt genieten. Ik ga nu de hele tijd gewoon filmen. Ik ben benieuwd hoe lang je dit volhoudt. Dat moest ik zeggen, net zoals... Hé, Otto. Het is precies zoals die hangen met je op een motoraflevering dat hij het waar niet is. Zijn arm zou hebben niet gezien. Want die heeft die high five weer. Dit is zo staan. Hij blijft ook gewoon staan. Die keeper gaat ook weer. Oh man. Hey, film. Nee, we mocht niet van de rechtsback. Ik heb zijn gezicht al lang op camera. Hij staat er nog steeds. Hij staat er nog steeds. Hij staat er gewoon nog steeds. Oh nee. Nee, wat wordt er nou gejankt? Alweer? Die grens staat er nog steeds, man. Hij staat er nog fucking steeds! Holy hell! Hey Wouter, misschien moet je me even vertellen dat hij niet buitenspel krijgt. Volgens mij snapt hij het niet. Nee, oh. Ja, later. Het zou gewoon zijn eerste kans van de rest hebben. Niemand neemt iemand meer zin. Nee, inderdaad. Oh, fucking koud dit ook, hè? Hoe oud ben je echt? Het is niet op echt. Waar speel je op? Waar speel je op? Wat? Ja, hey, oh. Hallo. Ik heb mijn camera voor kut zijn. Midden, midden, midden! Die gaan ze helemaal trappen, man. Dit is echt een kutwedstrijd. Mid, mid. Kom, hoi Wouter. Nee, nu gaat hij zitten. Oh, mooi. Ja, er moest iemand voor eigenlijk. Is er nu iemand voor de film staan? Ja, daarom. Ja, dat film ik. Ik wil even helder hebben dat hij daar nog steeds staat. En hij is hier ook geoefend hoor. Dat moet je wel. Heeft die linksback nou weer iemand neergehaald? Kijk, wat je zit er met zijn straat van hou maar open. Ja, kijk, sommigen zijn nog wel redelijk. Jezus, die grens. Hij wordt ook gewoon compleet genegeerd. Dit is zo fucking mooi. Nee, please. Nee, heeft hij. Oh, dat is vlak omlaag. Heeft hij zijn vlag omlaag? Door! Ja, mooi bal. Nee, dit is 2-1. Ja. Hij heeft wel de ingooi. Hij is wel boos geloof ik. Heeft iemand hem eindelijk verteld dat hij niet zo kinderachtig moet doen? Holy hell. Hij geeft niet echt een goede voorbeeld. Ik vind het nog zwak eigenlijk. Ik vind het echt een klein kind eigenlijk. Goeiedag hé. Misschien moeten ze er een andere grens neerzetten. Dus. Die man is niet meer serieus. Nee, die vent is al niet meer serieus te nemen sinds hij begon te zeiken. Dit is al de vijfde keer of zo. Buitenspel. Jammer. Gaat hij nog hier voor vlaggen ook? Nee, niet. Wij zijn de cornervlaggen. Oké, dan is het niet. Oh god. Seikdoos. We hebben toch geen chille nieuwe bal. Dat is een goede vraag. 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 Dat is een goede vraag.
Perfect Ten. Mijn broer zit daar verder nog op het bankje te kijken. Niet waar. Oh, damn. Is die brak? Ja, van mijn broer. Hij was gisteren al vijf. Nee, Noordsbroertjes was brak. Ja, omdat hij dus wel... Oh, lekker, Jona! Hij moest gewoon die jas wachten. Shee, jammer, daar had meer in gezeten. Tijd! Oeh, oh, dat is goed. Jesse was te slim voor de rest van de wereld. Wouter heeft ook niet zin om te lopen. Nee. Wij komen nog thuis in, of niet, toch? Ja, dat is goed is wel. Verstandig is dat ik het op even, hè? Ja, ja, je had het die wel zin, maar je had het die wel zo. Ja, maar ik ben misselijk, joh. Oh, dat is het. Als je niet kunt, moet je niet. We hebben vier wissels, joh. Wat? Ik heb lichte hoofdpijn. Ja, voor de rest is je moet wel gaan voor die bal soms, hè, Wouter? Aan mijn kant, hé! Ja, lekker! Oh, mooi bal, mooi bal! Goddom, man, prachtig paas. Ah, kom op, hé! Oh, zit hij? Nee. Ik dacht even dat hij er zo in krulde. Hij gaat op zijn bord. Kerel, dat is fucking geel! Hij is er wel. Hij zei het wel, man. Echt? Hij spelen, deze is heel raars. Hij schopt hem gewoon onderuit. Die is heel agressief. Die vent heeft een probleem, hoor. Ja, hij moet wel even een kaartje trekken. Gewoon even iemand eruit. Want we zijn aan het schoppen nu, hoor. Ja, nee. Dat was de vorige keer ook zo. Als ze niet kunnen voetballen, dan gaan ze maar trappen. Ja, klopt. En wie was het? Dat is een mooie A5. Nee, dat is een prachtige A5. Dat is precies zo'n team. Ja, maar daar zat nog goede voetballer in. Die Groningen spelen. Dat hield ze wel van schoppen. Want, ja, dat was ook nog wel een redelijke keel. Aardig. Ja, die gasten waren nog wel oké. Ja. Maar deze, dit zijn echt eikels. Laten we even heel eerlijk zijn. Ja, Paul die moet nu drie keer scheef zegt, deze mag er best wel even in. Vanuit daar? Ja, kan best wel. Ja, nee, in ieder geval niet. Het kan wel. Het is wel fair, man. Het is wel fair. Maar is het team uitslag? Jij gaat wel. Ja, ik ga niet te veel rennen tijdens het paintball. Ik hoop dat dat lukt, maar... Nee, je moet echt gelijk weg naar het. Ik ga gewoon campen. Ik ga campen, inderdaad. Maar nee, rennen gaat niet en gewoon een bal schoppen, dat wil helemaal niet. Dat doet gewoon zoveel pijn, heeft hij wel. Was door je enkel gegaan? Ja, blijkbaar zijn mijn enkelbanden een beetje ingescheurd of zo. Ik weet het niet. Het is gewoon in ieder geval tough shit. Ja. Ja, ze zijn niet helemaal gescheurd, dat weet ik wel, anders had ik hier niet eens kunnen zitten. Maar daarna kon je ook wel bewegen op de training. Ja, klopt. Het was ook niet gebroken of weet ik het, maar het doet gewoon pijn. Dus ga ik niet meer voetballen als we vier wissels hebben. Mooi. Stan. Eeuw. Otto nog een vier kisten. Yeah. Otto weet maar dat niet meer. Ik was ook gewoon samen Stan toen ik hem zag. Wat de fuck met je jas, tot half vijf wachten. Oh. Wat had je gedaan dan? Wat zie ik een ruzie met die gasten daar van die jassen en zo. Ja, maar echt. Oh, kijk, gaat die weer, echt. Heel. Die man is gek. Geef eens geel! Ik sta nu ook op de camera, hoor je in één keer gewoon de hele dag. Geef eens geel! Ja, nee, je moet gewoon echt een keer geel geven. Dit is al, wat, vijfde keer? Nee, maar als die nog, ik kan gewoon eruit gooien, toch? Om meer geel te geven. Ja. Gewoon zeg, dit was wel echt zo. Ja, voor die wel. Ja, hoe zien jullie eruit, hoor? Hé, hey, die winst is trouwens in één keer helemaal weg. Wat de fuck? Oh ja, geel is de. Ja, dat is Boys A5. Ja, bij geel moet je de 10 minuten. Rechts! Oh. Nee, dat is mooi wel. Ga Wouter weer schieten. Juist, oké. Okay. Kijk, je moet niet op bij de ribba staan. Dan heb je die bal. Ja, meestal kan wel aanlopen, maar dat is moeilijk om te timen, hoor. Het moet ook nog vrij blijven lopen tot het allerlaatste moment. Ja, kijk, maar zij hebben nu ook geen enkele. Behalve dan zo'n kutbal dat hij dan in één keer aangaat. Het zijn toch ook geen kans of zo voor hun? Ja, kijk, dan staan er maar één. Kijk dan. Dit zijn we. Okay. Maar we moeten even die 3, want dan is het helemaal klaar, maar dan gaan ze nog meer trappen. Trappen zijn alleen maar. Ja, gekeerde. Gewoon niet scoren, want ze anders gaan trappen. Ja, ze zitten echt alleen maar naast de trap. Oh. Ik ken die grens die net echt bij de kom. Het heeft 10 minuten lang met dat ding zo staan. Echt gewoon wat net. Het was echt. Het was geen totaal geen echt trappen. Genieten. Ja. Het was geweldig. Ik ben helemaal boos aan het einde nog aan die beurt. Tom pakt een zieke penalty, hè? Heeft, echt? Tom, echt. Zo ziek. Echt? Veroorzaakt hij hem zelf. Alleen verdiend of wat? Hij raakte er nog niet aan.
Toen zei hij tegen die tuurlijk, zat hij niet een open blikje cola? Dat had hij fucking zien. Was het in een kruising of zo? Nee, ja, helemaal in de hoek. Oh, wat sick. Kijk hoeveel. Oké, gaat hij weer. Wordt neergelegd. Dat is helemaal een. Mooie bal. Oh, die keeper, joh. Wat doet die keeper daar? Schiet, schiet. Oh nee, dat kan niet echt. Ik ga niet in die manier. Dat heeft niet heel veel zin. Dat leek iets meer op. Heb je de pauze nog gevraagd of ze een beetje naar elkaar willen pasen? Of wilden ze dat niet? Nee? Eigenlijk hebben we een hekel aan elkaar. We zijn elkaar helemaal niks. Staat op mensen vrij. Hé Jan-Piet, dan kom ik er zo voor Paul in als een mis? Of is dat dan? Paul is er al uit geweest. Paul is al uit geweest? Ja, ja. Oh. Dus dat de hele tijd kloot voor de camera. Mag je het doorwisselen? Ja, al die verdediging is nog wel in de Friese en zo, maar... Ja, ik vind dat we een tijdje nergens mee kunnen laten staan op deze manier. Ja. Ze hebben alles. Oh, laat ik vooral blijven filmen. Ja. Jona moet nog aan. Of nee, die heeft ook al een... Dat is toch... Dat is gewoon geachtig, hè. Hoor ze zeiken dan? Jezus. Heel. Ja, terecht. Terecht. Dat is niet eruit, joh. Terecht. Heel af en toe. Tijd om voor jou het veld uit te gaan. Dat gaat niet veel. Zo'n muziekje eronder, ik heb een dramatische muziek. Ik was eigenlijk van, hoe laat is het tijd om voor jou eruit te gaan? En dan zo... Te klein, maar is het tijd voor jou eruit te gaan? Please. Oh, die moet dan wel beter. Die moet dan wel beter. Ik ben aan het filmen. Ja, je bent aan het filmen. Ik wist niet wat je aan het filmen was. Ik was hier eerst in Vrije Trap aan het filmen. Toen was ik... Jan was dat die daar op Norlie aan het filmen. En nu heb ik de keeper weer gemeld. Weet je wat ik echt nooit begrijp? Juist, Wouter. Jammer. Waarom je hond mee zou nemen als voetbal? Oh, nou, dat beest moet nooit buiten komen. Maar gewoon... Terug. Ah, nee, die had nog niks. Niks. Ja, lekker. Ik zie niks. Gewoon tijd, gewoon tijd. Ja. Oeh. Oh, jammer, Noord. Goddomme. Maar die bal is voor ons. Oh, waar gaat hij heen? Ja, begon je. Ach, geen kaart. Ik zei geen kaart. Ja, van die gasten. Hij loopt ook zo uit. En nu blijft hij helemaal daar te nemen. Gaat hij nou weer naar voren? Ik denk zo lang is het niet zo. Je ziet het wel. Deze wedstrijd wordt heel snel heel onsportief. Ja, met een seconde. Kom op, jongen. Oh, nee. Heb ik het beeld zo goed staan? Kan ik goed zien? Ja. Heb ik het beeld zo gaan weer zelf dan richten? Heb ik het beeld zo goed staan? Ja. Ja. Links, links! Ja, lekker. Ga, Woutje. Ah, ja, ja, nee, ik mag. Wat, Woutje? Hij heeft hem, hij heeft hem. Afgeven! Tijd, alle tijd, hey, rechts, rechts, ja, rechts, rechts! Ik ga schieten, ja. Ah, jongen van God. Wezel, oh, jongen, loop anders iets door! Jesse, was goed. Maken, hij had gewoon door kunnen lopen op de goal, ja, toch? Er stond toch niemand voor hem, of wel? Nee, maar hij weet het. Jesse zat te zeggen dat ze niet naar het paas. Nee, maar Jesse stond gedekt. Zoveel moet je even een tweetje doen. Voor mij had hij gewoon wel hij had gewoon een eindje door mogen dribbelen. Hij had voor de 5 meter kunnen schieten. Ja, nee, klopt. Jan-Piet, Friese was rechtsback, ga op zich wel goed.
Parijs gehoord. Ja. Kerel, wat de hel? Het is altijd Parijs. 127. In dat theater. Ik niet door. Onder zijn er maar een man of drie omgekomen. Maar in dat theater zijn ze. Hebben ze 80 man doodgeschoten. 80. Heb je ook die beelden gezien dat ze al uitrennen? Dan zou ik eens kijken. Nee, maar je ziet niet dat ze geschoten worden of zo. Alleen je ziet alleen. Ik heb vanochtend even journaal gekeken. Echt voor de eerst, maar. Ik weet niet. Want ik zag het op telefoon. Zo, maar bij die schietpartij zijn ook hoeveel? 15 of zo? Ja, er zijn iets van. Ik weet niet hoeveel bij. Er zijn iets van 3 schietpartijen geweest. Bij zo'n restaurant iets van 17. Ah, ik kon gewoon tijd, ja, jongens. Dat concert, daar dachten ze dat ze aan het gijzelen waren. En daarom hebben ze zo lang gewacht om naar binnen te gaan. Maar ze waren gewoon... Aan het executeren gewoon. Ja. Steady, iedereen aan het executeren. Gewoon structureel iedereen doodschieten. En ze zijn, er is nog steeds niemand gevonden. Ja, ze zijn allemaal dus ze zijn dood. Ze hebben zelf moeten. Ik denk dat ze allemaal dood zijn. Maar dat weet ik. Van de 8 doden zijn er 7 hebben zelf moeten gepleegd. En eentje zat op de politie. Ja, ik wist dat er 1 gepopt was. En ze weten dus niet of ze ze allemaal hebben, hè? Zou het nog best kunnen zijn dat er een... En ze ook opgeëist door de islamitische staat. Ja, nou, dat heb ik wel verwacht. Je had wel vermoeden, hè? Nou, ik kon me niet voorstellen dat iemand anders het was eigenlijk. Ja, je weet nooit, hè. Het kan ook gewoon onafhankelijk zijn. Nou, het had ook al kwijt kunnen zijn. Ja, dat is waar. Maar is okay. Ja, kom op! Oh. Dat ze dat Russische vliegtuig daar in de lucht geschoten was, dat werd ook opgeëist. Maar ja, dat is ook geen enkel bewijs voor het zuiden gedaan. Oh, moest ik er dan? Nee, oké. Oh, Noordwoord-chagrijnig. Noordwoord, dat zie je dat ook. Hey Wouter, je mannetje. Het wordt nog 2-1, hè? Duk maar iets in, Wouter, ja. Hey. Joh, weet je niet, hè? Ja, ja, oké. Ik ben bij Voelan kijken. Nee, trouwens, 5. Trouwens, ja. Misschien denk ik dat hij er maar 5 hoeft. Nee, moeten wij zo wisselen ook weer? Juist, JP is om meteen moeten wisselen. Nou, nog niet hoor, maar over een minuut of 2. Oh. 45 minuten. Wie gaat het wisselen? Ja, ik kom wel. Ik zou Thijs en Dennis niet helemaal. Eigenlijk niet, zolang het geen 3-0 is. Nee. Thijs en Dennis zou ik laat zo, voor jongens. Die spelen, zijn de enige die hebben de hele wedstrijd als steady spelen. Ja, ik heb uitgestaan. Ik ga fucking... Raymond moet er nog uit, die kun je wel wisselen. Ja. Even zien, wie heeft er nog meer nog niet naast gestaan? Nou, eigenlijk alleen maar Raymond en... Ja, ik ga alleen maar Raymond, Thijs en Dennis volgens mij. Ja. Of heeft Fiona er al naast gestaan? Ja. 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 25 minuten. Ja, ga. Ja, mooi. Ah, nee, ze zit niet meer. Oh, hij heeft hem nog. JP, je staat ervoor. De keeper staat ook niet in zijn goal, wat? De... Ja. Huh? Oh, goal! Die keeper niet in zijn goal. Wat deed die keeper dan? Ja. Jammer, Wouter. Goed gezien. Komt niet door de wind, trouwens. Ja, oké. Okay. Dat was heel jammer, maar. Maar wie eruit, inderdaad? Spijtig. Ja, bekijken jullie het alleen dus? Ja, ik wel. En jij hebt een goede oplossing, jij zit hier al even. Daar zit hij al in de rest, dus ik goed weet wie hier gewisseld moet worden. Jee, ja, ik weet ook wie er nog gewisseld moet worden, dat zijn Thijs, Dennis en Raymond. Leon heeft gevoetbald. Friso. Nee, Friso heeft er in het begin naast gestaan. Wat? Fietst hij terug naar huis, is hij 20 minuten verkeerde kant op gefietst. Maar je hebt hier geen mid-achter staan, dus je kunt ook geen mid-achters wisselen. Nee, niet echt. Dus je moet mensen er 2 keer naast laten staan. Nee, niet als je Dennis en... Maar wie op deze bank wil je daar neerzetten dan? Ja, dat weet ik niet. Ja, dat toch weer wel. Totaal geen centraal. Als we één goal zien waar hebben, dan hadden we het ons kunnen permitteren misschien. Juist. Gaat toch gewoon goed? Ja, echt. Hey Paul, rustig! Ja. Paul, inhouden! Kom maar! Moeten we Paul weer wisselen? Ja, ik zou weer. Dat was vorige keer ook al door, ja, nee, maar dat kan niet goed in zijn vel. Oh, die heb ik niet gefilmd, sorry Dennis. Geef je om... Raymond Dino gaat... Rechts!
Ja. Ja, ik wil er wel voor Raymond in, anders. Ja, Teun voor Raymond, ja. Ingo voor Paul. Ja. Hey. Gewoon doorvoetballen, Noord. Sta op. Raymond, inzakken! Top! Ja. Die linksback. Jezus, die linksback. Was dat Paul? Hé, Otto, wil jij er nog in? Nou, nee. Nee? Oké. JP? Ik heb tijd voor Raymond en Paul. Ja, Otto die voelt zich niet helemaal lekker, dus dat wordt hem niet. Jij voelt zich niet Raymond en Paul. Hè? Voor Raymond en Paul? Ja, deze twee voor Raymond en Paul. Ik ga voor Raymond in en dan gaat Engel. Paul staat met midden, toch of niet? Ja. Ja, oké. Okay. Maar Paul is ook op de nas gestaan. Ja, precies. Ja, maar ik bedoel, iemand boven Dennis en... Ja, maar misschien kunnen we één van de twee van de verdedigers eruit halen ofzo. Of... Ja, dan moet je even een midden achter vinden. Achterin zetten erbij. Ja, wie nou? Je zou mij er neer kunnen zetten, maar ik kan niet voetballen op dit moment. Dus, ja, de lekkere ingeving. Ja. Ja, maar dat bedoel ik. Behalve Pedro, ik, Paul, Dennis. Dennis, Thijs bedoel ik. Kan daar niet echt iemand staan verder? Paul gaat kiepen, Pedro als centraal. Ja, dat kan. Er nog maar zes, hebben er nog maar uitgestaan nu? Moet er toch nog meer banden uitgestaan dan? Negen hebben ernaast gestaan. Ja, maar Paul! Ja, maar ik weet niet, misschien vindt Paul best kut om nu eruit te gaan. Ja, dat is best een hele helft. Oké, wat je kunt doen is Paul. Ja, dat is het. Wat een mooi schoen met links. Nee, Jesse, hoor me, je gezeik, man. Hij moet gewoon inzitten. Jesse, hij had gewoon een schotkans, man. Hou op. Ja, dat moet je wel goed doen. Ja, maar nog steeds dan. Ja. Oké, wat vinden jullie van deze? Noord of Paul met achter en dan haal je Thijs of Dennis eruit. En Paul kan wel achter links. Zet Paul met achter. Paul met achterin. Ja, dat kan wel. Hij is gewoon snel, dus kan wel. Hey, JP, anders zet je Paul achterin en dan Ingo met achter. Volgens mij heeft hij dat wel eens gestaan, maar hij kan het wel. Ja, hij kan het wel. Maar wie gaat er dan uit? Lekker, Wouter! Mooie bal! Moet je niet eerst zeiken? Nee, wie gaat dan uit? Thijs of Dennis? Wie gaat dan uit? Thijs of Dennis? Als je nog lang doorpraat, is de wedstrijd afgelopen. Ja, ja, precies. Hey, we moeten wel nu wisselen, dat is een goed punt, eventjes. Ja, oké, Loten. Ik zou Dennis eruit halen. Oké, als jij Dennis eruit halen? Ja. Oké, Dennis eruit. Dennis en Raymond dus. Dennis en Raymond even wisselen, JP. Ja. Ina. Ja! Haal uit, Jonah. Wat doe je? Ja, het is geen... Oh, geel. Ja. Oh, nu neemt Wouter deze categorie. Dit is echt perfecte positie voor linksboot. Oh, dit zit in de... Nee, maar Wouter neemt anders mee. Nee, deze moet Jesse of Wouter nemen. Die zijn wel een betere school. Ik zag het niet. Was enorm geel. Donkergeel. Moeten we niet gaan wisselen? JP, we kunnen nu wel gaan wisselen. Ja, hé JP, ik zou nu gaan wisselen. Hey. Kees! Kees! Kun iemand die scheids even uitkijken? Nee, de bal moet even uit het spel zijn. Nee, je kunt nu prima wisselen. Maar is dat niet als een wissel? Zijn we even voor. Paul! Wissel! Nee. Raymond en Dennis. Ja. Dennis, Raymond! Raymond, Dennis! Hey Paul, jij bent het graag. Maarten, ik ben links, jongen. Hai. Lekker gespeeld, Raymond. Lekker gespeeld, Dennis. Op het laatste was het echt best wel makkelijk eigenlijk. Ja, jullie hadden het goed dicht, jongens. Er kwam helemaal niks voor heen. Dat is wel de hele wedstrijd, hoor. Ja, daarom. Ze vragen ook fysiek helemaal niks van je. Ingo, hij is meteen kwijt. Ik zou Jesse niet kunnen we gewoon zo doorheen lopen. Ik zou Jesse niet aan de grond. Dit is echt gewoon typerend voor wat wij achterhouden. Ingo, hij is meteen. Ik heb volle sprint moeten trekken om die bal te hebben. Domme man. Penalty? Dat is gewoon waar, eigenlijk. Maar die muur zit ook wel heel erg. Dat zal niet te min. Laat Jesse deze bal naar Jesse. Hij heeft het moeilijk. Nou, deze zou ik Wouter laten nemen. Hij laat het zo makkelijk. Deze zou ik Wouter laten nemen. Misschien een kaart in de muur. Ingo. Ik heb keihard. Ingo. Please. Ingo, god op. Hij hoeft ook niet hard, hè. Hij ligt er dichtbij. Hij gaat onder de muur door. Ik denk dat hij
toilet. Ja. Pedro verveelt zich dik aan. Zoek maar weer. Hij gaat weer staan. Ja. Ik slik mijn woorden helemaal in. Kijk, hey, er is ook een zwarte pieten daar op het dak, zie je? Huh? Daar. Ja, oh, kut er een op. Wel een gouden wissel, Jeppe. Absoluut. Ja, shit. Wij zeiden dat Jesse die moest nemen. En we hebben een zelfwisselend team. Verse portie ongelijk ingekregen. Lekker, Wouter. Fijn. Goed. Ja. Yeah. Gaat er zo doorheen. Hoppa, goed zo. Oh nee. Ah, oh, jongen. Nu voel ik me eigenlijk best wel lullig, want ik zei dat Ingo dit niet zou maken. Ja. Hij gaat het nu ook terugkijken. Oh. Ja, daarom. Ja. Hij gaat het terugkijken en hij zegt al, Ingo, ga weg. En dan maakt hij hem gewoon even. Mooi. Ja, ik wij zeggen allemaal. Al op de kamer. Hij gaat sowieso de goal terugkijken. Ja. Zo. Dat was God die ons meteen strafte. Nou. Laat het zo zeggen. Ik heb hem wel mooi op film staan. Ja. Dus daar mag hij dan wel blijven. Goed gedaan. Ah, dan ben je ook iets doen. Ja, Pedro mag ook iets doen. Mooi aanname. Ah, we moeten echt met zoveel meer winnen. We hadden zoveel meer kunnen winnen. Ja, dit is de reden. Moeilijk zo kan. Hoge doel zouden hebben. We schieten de hele tijd van hele moeilijke plekken. Het is wel heel makkelijk nog even door. Ja, maar op zich kun je die ook wel gaan scoren. Ja. De balletje zat er wel lekker in, hè? Ja, dat is vol een kruising in gaf. Ja. Die heb je er wel op staan, hè? Nee, die heb ik er goed op staan. Oh. Hier kunnen we geld mee verdienen. Nou, sowieso, dit hele filmpje is goud waard, want ik heb ook die grensrechter 10 minuten lang daar. Ja. Ja. Die gaat varen over vanmiddag, joh. Ja. Help man, funniest moment. Die moet je altijd voor het seizoen maken. Ja. Komt je daar. Komt die sowieso in. Oh god, zo joh. Is dat bal nu achterin? Of? Ja, pas dat staat er achter, maar okay. Met 3-0 is het prima te doen. Ja, we hadden nog een hele discussie of we jullie tweede wel uit moesten houden, want het stond gewoon goed en het stond maar 2-0. Ja, ik kon nog makkelijk door. Maar ja, natuurlijk. Iedereen moet natuurlijk zijn. Buitenspel. Ja. Nee hoor. Hou. Stonden ze echt buitenspel, jongens? Nee. Nee, nee. Nooit. Echt, echt niet. Maar die heeft gelijk met tevreden. Ja, boeien is het ja, een keer zien. Ja, dat ook. Ja, maar die corner ook daar, hè? Na dat moment. Dat was gewoon puur om te compenseren ofzo. Het ziet echt nergens op. Memon schoot die dag. Ze kregen wel een corner. Memon schoot wel over de zijlijn. Ruim over de zijlijn. Ja. De grens die zag het ook, die stond ernaast. Ja. Oh nee, toen. Ik zie niks meer, jongens. Staat hij goed? Ja, die gast is nog best wel een beetje. Staat hij goed? Een beetje. Ja, niet tegen Ken. Kijk. Nee. Hey! Dat is wel een morsie. Wat? Oh nee, maar hij trok onze vent naar beneden. Oh, je bek, man. Hier, ze gaan vechten. Ah, dit heeft Wouter in de hand. Als Paul achter is, dan misschien gaan ze moeten we Paul even wisselen. Ja. Gaan ze achter. Ja, we hadden misschien beter Paul kunnen. Ja, we hadden inderdaad beter Paul kunnen wisselen. Misschien we zetten Paul op goal. Nou, we hebben er nog even over gehad. Zullen we de bal wisselen? Want dit loopt weer een beetje uit de hand. En lo and behold, het loopt weer een beetje uit de hand. De keeper komt zelfs naar voren, what the fuck? Heeft hij echt niks beters te doen? Ik ga inzoomen. Hij gaat er even voor. Hey jongens! Goddamn, wat is dit weer goud waard? Dit is wel even haal ze uit elkaar, Pedro. Wat is nou de discussie? Want het is toch gewoon. Jongens, beter gewoon vechten dan. Ja, beter gewoon vechten. En de keeper zo, oh, gevecht zonder mij. Ik dacht het niet. Ja. Ja, snel, pak de messen, pak de messen! Ja. Gaan. Hij heeft zijn handschoen al aan, met een boksbeugel erin, stiekem verborgen. Kerel, dit is toch extreem gay dit. Cursus debatteren. Kijk die keeper ook. Wat doet hij? Ik heb geen idee. Weet hij zelf ook niet. Kijk hem klappen. Wat heeft hij door dat hij keeper is? Hey, Lil, je doel is daar. Daar. Jij staat daar. Afstandsschot nu! Oh, dat zou goed zijn. Ja. Dat Wouter die bal in één keer vol niet over het ding heen. Ah, het hebben we gewoon. Maar dan sta ik in die maar aanvoerder gaan. Die aanvoerder van de tegenstander is ook gewoon geen aanvoerder. Dat is gewoon eigenlijk de grootste eikel van allemaal. Hij kan ook niet voetballen. Het is toch wel overduidelijk. Dat oh, ik kan aan zijn gezicht. Ik kan aan zijn gezicht zien dat hij beide handen aan het doen is. Ja, maar het heeft ook gewoon geen zin om hem aan te spreken. Ik bedoel, niemand in zijn team luistert naar hem. Nee, 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 dat Noord bij de hand aan het doen is op dit moment. Nee, maar de tegenstander ook. Ja.
dit vind ik het toppunt. Ga zelf zeiken en dan de scheids afzeiken dat ze niet doorvoetballen. Ja. Dat vind ik mooi. Hij heeft er moeilijk mee. Probeert hij nou een penalty te krijgen? Tuurlijk. Probeert hij een penalty te krijgen. Moeten we ze even vertellen dat wij videomateriaal hebben van hun spits die Teun naar de grond sleurt? Ja. Yeah. Dat weet ik zelf wel. Ja, dat zagen ze ook wel. I don't know. Ze hadden gewoon zin om te zeggen. Ja, ze hadden het thuis. Dat is weer iets anders. Kun je ze thuis als een paar keer. Maar ik vind dit een beetje een gek team. Ja. Om heel eerlijk te zijn. Een beetje. Ja. Kijk ze ook dan. Die zijn allemaal echt heel erg ik denk dat dat een goede. Ja, kijk, dit zijn de Roffa Boys. Hey, jongens, heb je zo'n joint op het veld? Het zijn ze al aan het roken. Wie neemt de penalty? Hou je bek, man. Ik zou de keeper laten nemen. Hij had ook al 10 keer gefloten voor een vrije trap tegen. Gaan ze doorvoetballen? Snel nemen dan. Even normaal voetballen. Hey, de keeper heeft door dat hij zijn eigen doel moet staan. Ik heb nu al zin in de handjes geven. Moet ik dan wel goed gespeeld zeggen of niet? Je mag ook gewoon zeggen goed geprobeerd. Ja. Nou, dat ook niet. Lekker, oh. Lekker Ingo! Ingo de wall. En goed gejakt. Wat een beetje. Een beetje zeikwijzen, hè? Ja, man. Echt op zich. Bijna! Praat je naar de overwinning. Oh, god. Je moet nog 10 minuten. Ja, dat is misschien nog wat tegen. 10? Nog 10. Goh! Ja, jongen. Yo, ik wil gaan zitten. Nog wel. 10 minuten normale tijd, en dan ook blessure. Ja! Oh, blessure tijd, nog 20 minuten. Fucking fun. Ja, ik ga wel. Man. Ik ga eens kijken of ik hier een hype heb. Ja, het corner. Dat is de hoi. En zo schieten we beetje bij beetje op. We hebben toch al de bal. Kom on, man. Ja, hier in de kras. Een beetje te enthousiast zijn, ben ik bang. Zal ik snel. Jouw bal. Hij houdt hem niet. Ja, bijna. Geen kant. Misschien moet iemand hem vertellen dat hij die bal mee moet nemen.